Ik ben Aisha. Ik ben Ahmed. Wij zijn van Atlantis groep 6, 7 en 8. We gaan een filmpje maken over kinderen die worden gediscrimineerd op straat. Veel kijkplezier. Hallo, wat doen jullie hier nou? Wat denken jullie wel niet? Wat zijn jullie hier aan toe weg geweest? Op rot naar je eigen, want het gaat ze lekker weg, man. Rustig. We geven je aan bij de antidiscriminatieclub. Ik ben bang zeg. Hallo, we willen iemand aangeven bij de antidiscriminatieclub. En wie is dat? Het is een man die ons heeft uitgescholden. Meneer Lachman. Oké, we gaan er gelijk wat aan doen. Dit is uw brief voor de antidiscriminatieclub. En als je daar niet aan houdt, moet je 5 miljoen euro betalen. Al die smerige straatschoffies op me verraden. Nu moet ik weer naar die cursus. We hebben gehoord dat u discrimineert. En daarom bent u bij deze cursus gekomen. We gaan nu hetzelfde wat u bij de jongens hebben gedaan ook bij u doen. Wat kom jij hier doen? Ja. Dit is mijn terrein. Ga toch terug naar je eigen land. Ja, ga dan. Rotjoch. En, hoe vindt u het? Ja, het deed wel pijn. U vindt vast ook zeker dat het bij de jongens ook pijn deed? Ja. En zou je dat nog een keer gaan doen? Nee. Wij hebben de jongens uitgenodigd en u mag nu uw excuses aanbieden. Kom maar jongens. Sorry. Dit was ons video. We hebben geprobeerd om te laten zien dat het heel pijnlijk is als je iemand discrimineert. En wij vonden het een heel goed idee om een cursus te maken. En als jullie het ook vonden, vergeet dan geen like te geven. Doei! Ik ben Jozef. Ik ben Emmy. En wij zijn van groep 6, 7, 8, basisschool Atlantis. In onze act laten we zien hoe mensen met andere mensen omgaan. Het is echt vreselijk. En laten we zien hoe we vrienden met elkaar kunnen worden in onze act. Veel kijkplezier. Wat doe jij hier? Ga weg. Ga terug naar Marokko. De volgende dag. Oh, niet hun weer. Hé, wat doe jij hier? Ik zei toch dat je weg moest gaan. Ga weg jij. Ga terug naar Marokko, zei ik. Ik heb een idee, ik ga mijn vrienden halen. Yo jongens, worden jullie ook gepest door die drie volwassenen daar? Ja. Gaan we samen wat even aan doen en met hen praten hoe wij ons voelen? Ja, ja, is goed. Kom, we gaan man. Meneer, waarom pest u mij? Omdat ik hoor mensen zeggen dat Marokkanen slecht zijn. Ja, en dat vind ik ook. Heeft u bewijs? Ja, zeker wel. Ik heb bij mensen. Maar mensen vertellen maar gewoon onzin. Ik ben gewoon echt een goede Marokkaan. We kunnen toch gewoon vrienden zijn? Gaan we het weer doen? Ja, oké. Sorry, maar je had gelijk. Ik vind het helemaal mooi dat wij vrienden zijn. Ik ook, man. Dat was onze act. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En het is ook een tip voor in het echt. Misschien wordt je ook in het echt gepest. En ja, kan je deze act wel gebruiken. En dit was onze act. Doei! Wij zijn de kinderen van groep 6, 7 en 8 van Jena Planschool Atlantis. Wij gaan uitbeelden hoe we discriminatie kunnen oplossen. Dit is echt een beetje raar hoor. Denk je dat ze gaan reageren als ik voor hen sta? Nee, want ze doen echt heel erg raar. Ja. Ja, echt hè? Waarom geven ze nergens reactie op? Ja, ik ben een beetje raar. Voor wie bidden jullie? Hallo, terroristen. Hallo. Zijn jullie er nog? Ja, in de vrijlat mag je bidden. Ja, jullie kunnen wel zo proberen een goede voorbeeld te geven. Maar in jullie hoofd zijn jullie terroristen. Ja, en jullie hoeven ook niet in ons buurt te bidden. Ja. Want dat is echt heel irritant. Het is niet leuk om te discrimineren. We hebben een plan bedacht. We hebben een oplossing bedacht dat we met elke cultuur samen kunnen werken. Kom mee. Wij brengen verschillende culturen om hier samen te spelen en sporten te doen. Dit was ons filmpje waarin je kunt zien dat andere culturen ook met elkaar kunnen spelen. Met samen spelen en sporten of samen te werken los je alles op. Doei! Doei.